Hoeveel gaat het in met een jaar niks kopen? Hans gaat naar de popronde in Venray. En Joep weet alles over de Argyle-route. Dit is Dwars door Limburg. Goedenavond en welkom bij Dwars door Limburg. Ja, deze keer met mij en samen met Hans, In en Joep. Welkom bij Dwars door Limburg. Fijn dat jullie er zijn. Joep, nieuw gezicht aan de desk van Limburg Marketing. En we beginnen gelijk met jou over de Argyle-route Limburg. Wat is dat? Ja, de Argyle-route is een project geworden inmiddels, een groot project zelfs, waarbij we archeologie zichtbaar en bereikbaar maken. Als we allemaal door het landschap fietsen of wandelen, lopen of fietsen we er gewoon naar voorbij. En we weten niet wat er in de grond ligt. Hè? Dus het idee is ontstaan om op locatie te kunnen zien wat er gebeurde, zoals we hier zien. Ja, correct. Het idee is eigenlijk ontstaan een jaar of 5 geleden. Toenmalig gedeputeerde Hans Teunissen. Die kwam eigenlijk met het idee van, Limburg is de rijkste archeologische provincie van Nederland, maar niemand ziet het. En is destijds dus met het idee gekomen van, kunnen we niks maken waardoor we archeologie zichtbaar en bereikbaar maken? En is destijds dus bij mij terechtgekomen, of bij ons als Limburg Marketing terechtgekomen, om ervoor te zorgen dat we dat project voor elkaar krijgen. En hoe werkt dat precies? Op het moment dat je bij een locatie komt, je moet wel eerst de app downloaden. Hè? Ja. Op archeroutelimburg.nl kun je de app vinden. En die download je. En op het moment dat je dan bij een locatie komt, hè, dan gaat er een pieper af, om het zo maar even te zeggen. En er wordt gezegd van, je bent er. En dan komt er een archeoloog in beeld. Een fictieve archeoloog. Die heet je welkom en die laat je een video zien. En die video die vertelt je dus eigenlijk het verhaal van die locatie. En op het moment dat het verhaal klaar is, dan wordt het echt leuk. Hè, want dan komt er een spelelement in beeld. En wij noemen het spel ArgyoGo. Is eigenlijk afgeleid van Pokémon Go. Ja. En het doet ook eigenlijk zo'n beetje hetzelfde. Het zorgt ervoor dat er een voorwerp naar boven komt wat past bij het verhaal. En dat voorwerp kun je verzamelen. We gaan een voorbeeld kijken in de buurt. Mm-hmm. Dat is goed. We gaan naar? Naar neer. Naar neer. Even kijken. Beweeg je camera maar eens naar links. Daar zou je een kist moeten vinden. Vondst. Bekijk hem ook eens van dichtbij. Ja, zo ziet dat eruit. Ja. Geweldig. Je vindt het geweldig. Ja, ik vind het fantastisch om op die manier geschiedenis over te brengen. Ik denk dat je ook een hele nieuwe doelgroep aanspreekt. Dat is eigenlijk ook letterlijk het doel. Oké. Van voor wie is het bedoeld? Ja, ik roep altijd maar het is bedoeld van 8 tot 88, maar dat is wel heel erg breed. Wat we eigenlijk met de Argyle-route willen bereiken zijn twee dingen die je eigenlijk ook al net gehoord hebt. Hè. We willen de verhalen vertellen. En we willen met name de jeugd binden door een spelelement eraan toe te voegen. En generaliseer ik natuurlijk heel erg. Ja. Hè, maar de gemiddelde jeugdige zal natuurlijk veel meer geïnteresseerd zijn in het speldeel. En de gemiddelde ouderen, maar ook dat durf ik heel voorzichtig even te zeggen, die zal meer geïnteresseerd zijn in het verhaalelement. En door beide te binden in de app, proberen we dus al die doelgroepen te interesseren voor archeologie. Ja, staat het al bij jullie op de telefoons? Ik heb het net geïnstalleerd inderdaad. Ja. Dus, heel interessant. Bij mij nog niet, maar ik vroeg me wel af, hoeveel plekken hebben we inmiddels in Limburg dan, die ik op die app kan vinden? Nou, toevallig heb ik vanmorgen nummertje 79 geplaatst. Dat is al wat, toch? Heel wat. Op 79 plekken, dus in heel Limburg, de meest zuidelijke is op dit moment IJsden. En de meest noordelijke is Gennep. Dus wat dat betreft kunnen we alle kanten op. Veel in de regio, ook hier in de buurt? Als je de regio wat breder trekt, eerlijk is de gemeente Peel en Maas nog niet. Een van de weinige gemeentes die nog niet meedoen. Hoe kan dat? Dat is een hele meedoen? Moet je meedoen? Of? Nou, je moet niet meedoen. Ik hoop dat iedereen mee gaat doen. Maar hoe kan dat Peel en Maas? Want de Peel en Maas heeft ook genoeg archeologische schatten. Ja, ze hoeven zich maar even bij mij te melden. Oké. Okay, heb jij nog een archeologische schat hier in de buurt? Die hebben we ongetwijfeld, heel zeker. Ja, maar ik vroeg me af, welke vind jij de meest bijzondere die je nou hebt ontdekt tijdens het ontwikkelen? Oh god, nou wil ik geen politiek antwoord geven, want ieder verhaal heeft zijn eigen waarde.
Ja, wat ik zelf altijd wel heel leuk vind, zijn die verhalen die over een hele periode gaan. Hè, die dus over meerdere tijdperken heen gaan. Ja, en die zijn er verschillende. Dus ik durfde er zo, eerlijk gezegd, niet eentje uit te lichten. Heel diplomatiek ook. Ja, goed hè. Heel ja. Wat zijn nog de plannen met die archeoroute? We willen blijven uitbreiden met locaties. We hebben er nu 79, maar in het eerste kwartaal volgend jaar groeien we naar 85. Dat is één kant van het verhaal. En de andere kant is dat we steeds meer met educatie willen gaan doen. We willen heel graag de scholen betrekken bij de archeoroute. En dat gaan we doen door het kanon wat ze op scholen gebruiken op de archeoroute te gaan projecteren. Daar wat mee te gaan doen. En aan de andere kant zijn we bezig met allerlei basisschoolwandelingen, waarbij we ook de archeoroutepunten willen gaan betrekken. En we hebben in Roermond nu een eerste pilot klaar, waarbij we in de 7 locaties in de binnenstad van Roermond, daar hebben we er een aantal van uitgelicht, samen met wat andere elementen die in Roermond spelen. Denk even aan de putbeelden die heel bekend zijn. Daar hebben we met een VVV-gids en de Stichting Doen, die zeg maar op cultuurgebied in Roermond heel erg actief is, hebben een wandeling gemaakt voor basisscholen. En dat is zeg maar de eerste. En we gaan daar nu mee verder. Veel nog in het vat. Dus, daar zit nog heel veel in het vat. Goed zo. Straks meer Joep. Fijn dat je er bent. Hans, we gaan naar zo meteen ook nog iets naar geschiedenis. Dat ligt misschien straks nog even. Ja, maar eerst gaan we naar de popronde in Venray. Je had het er al over een paar weken geleden. Juist. Nu heeft het plaatsgevonden. Ja, 6 november heeft die plaatsgevonden in Venray. Dus. En dat is goed bezocht geweest. De organisatie, de bands en de locaties zijn heel tevreden. Het waren iets van 500 man bezoekers, zeg maar. En ik ben met cameraman Martin op pad geweest om een videoslag te maken. Misschien kunnen we even kijken. We gaan kijken hoe jij op pad ging in Venray bij de popronde. Het popronde-circus reist weer door het land. En vandaag zijn ze neergestreken in Venray. En bij mij staat organisator Mark Gommans. En die ga ik even een paar vragen stellen. Mark, hoeveel steden doet de popronde aan? 42 dit jaar. En de hoeveelste landelijke editie is dit? Dit is nu, ja, ze zijn al sinds 1994, dus al meer dan 25, bijna 30 jaar alweer. Oké, okay, en de hoeveelste editie is dit voor Venray? Dit is de 6e editie, sinds 2016. Oké, okay, en hoeveel bands zijn er in totaal geselecteerd voor het hele festival dit jaar? Er waren 100 geselecteerd, uiteindelijk is er eentje gesneuveld, er zijn er 99 zijn geselecteerd. En daarvan staan er uiteindelijk 18 in Venray. Het zou er eigenlijk 19 zijn, maar we hebben vandaag één uitvaller. Oké, okay, en selecteer je zelf de programmering voor dit festival? Nee, daar hebben wij een selectiecommissie door. Dus eerst bands die kunnen zich aanmelden in de periode december tot 1 maart ongeveer. Daarna blijft er eigenlijk een preselectie over en daar buigt een hele selectiecommissie van meer dan 100 man muziekprofessionals uit het land zich over. En wat er uiteindelijk overblijft, daarmee gaan wij de coördinatoren mee aan de slag. Behoorlijke klus dus, inderdaad. Doen er ook fanreizen of regionale bands mee? Nee, geen fanreizen. We hebben toevallig zo meteen hier wel een Limburgse band staan uit Maastricht, Solomon. En ja, dat is een te gekke band. En zijn er bekende namen uit voortgekomen uit alle jaren popronden? Ja, wie niet zou ik zeggen. Vorig jaar deed Mo nog mee. En twee maanden na de popronde had ze nummer 1 net. En in het verleden, ja, Kensington heeft meegedaan. Chef Special, Rondé, Mr. Mississippi, heel veel de staat. En verwacht jij dit jaar nog uitschieters wat dat betreft? Nieuwe namen? Er zijn sowieso al een paar bands voor Noorderslag inmiddels geselecteerd. Dus die staan over 2 maanden in Groningen op het grootste, belangrijkste showcase festival van Nederland. Onder andere Solomon, Fiep, die speelt ook vandaag, Marathon. Dus ja, ik verwacht daar zeker nog wel wat van, ja. Nou, mooi, dat wordt nog wat. Mooi, dan gaan we nu even binnen de sfeer proeven bij de band Solomon. Ook zijn er vandaag een viertal live sessies voor Omroep Venray. We gaan even bij Jet van der Steen luisteren hoe dat klinkt. Hallo allemaal, mijn naam is Jet van der Steen. Ik ga een paar nummers voor jullie spelen. En ik hoop dat jullie ervan genieten. Op pauze, maar het speelt nu
tekenbeeld tussen gisteren en morgen in. Ben vergeten hoe ik voel, ligt het aan mij, kan ik er iets aan doen? Is dit hoe het altijd ging? Ik mis wat komen gaat, mis wat voor me staat. Alles wat geweest is, alles wat ik deed is toen. Wat moet je doen, wat moet ik doen als alles uitzichtloos lijkt? Waar moet ik heen, want het is net of alles hetzelfde blijft. Meestal gaat het goed met mijn eigen team. Nou, dat klonk wel goed. Ja, het was een mooie dagje. Ja, hoe kijk je terug? Ja, het was heel gezellig. Het was gewoon lekker druk en de moeite waard. Veel bezoekers ook? Ja, 500 gemiddeld, zeg maar. Het hoogtepunt lag rond 4-5 uur, zeg maar. En toen hebben ze dit ongeveer ingeschat. Qua bezoekersaantallen blijft lastig in te schatten natuurlijk. Alleen, maar het is een aanrader volgend jaar weer. Het is elk jaar dus? Ja, ja. Hou het in de gaten. En staat die datum al vast of is dat ongeveer? Nee, dat moet bepaald worden. Het is een landelijk festival, zeg maar. Elke stad heeft zijn eigen datum, maar dat moet toch allemaal gepinpoint worden. Maar toch wel ook weer bijzonder dat zo'n Venraai ook zo'n pop rond heeft. Ja, zeker. Daar mogen ze best trots op zijn, inderdaad. Ja. En er komt inderdaad, zoals Mark Kommers al zei, er komen toch bands uit die landelijk doorbreken uiteindelijk. Dus dat is toch een mooie opsteker. En ik verwacht die laatste, dat is ook wel... Ja, Jet van Steen. Echt heel erg goed. Ja. Ja. Goed, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Ian, we hebben het een aantal uitzendingen geleden gehad over een jaar niks kopen. Toen was er al wat reuring aan de desk. Hoe gaat het ermee? Want jij doet zelf ook mee, hè? Ik doe zelf ook mee. Het gaat heel goed. En inderdaad, de vorige keer stonden hier allemaal dames. Dus je hadden zoiets van ho, ho, ho. Nou, nu allemaal heren. Ja. Dus, hoeveel kopen jullie? Voor je gevoel wat je denkt dat misschien overbodig is. Wat? Nog een keer? Wat is zo? Nee, ik koop toch niks wat overbodig is? Ja. Ik zou het niet weten. Nee? Nee, ik zou het ook niet weten, maar dat zal niet zo heel veel zijn, denk ik. Ja, voedsel, wellicht. Ja. Je gooit nog wel eens wat weg, maar toch ook minder dan een aantal jaren geleden, denk ik. Ja. Dat is toch wel typisch, hè? Ja. Dat de vorige keer waren we hier met dames en iedereen dacht ook, ze zag ze bijna denken, geen niks nieuws, geen kleertjes, niks leuks, niks gezelligs. Hè? Mm. Dan zie je dus echt... zonder daar een statement op te zetten, maar er is een verschil dus blijkbaar tussen mannen en vrouwen. Zou het jullie wat uitmaken als je jaarlang bijvoorbeeld geen kleding mogen kopen? Ja, ik ben niet zo van kleding kopen, eerlijk gezegd. Oh, ik wil dat. Nee. ik zou het niet mannen, vrouwen. Over het algemeen, tenminste, dat hoor je ook bij de herenmodezaken, is dat als mannen iets gaan kopen, dan is het versleten en ze moeten iets nieuws hebben. En dan kopen ze gewoon een aantal items tegelijk. En dan is het niet voor, ik heb nu zin in iets, want dat vind ik nou heel erg leuk. En de volgende maand wil ik weer iets anders. Nee, dan is het goed. Ik heb toch broeken van 20 jaar geleden, bij wijze van spreken, weet je wel. Die passen nog, dus... Nou, en iedereen denkt natuurlijk aan kleding, maar het gaat eigenlijk op allerlei gebieden. Ja, ja. Of wat is het meest lastige wat je dan niet kan kopen? Voor mij persoonlijk? Ja. Boeken. Ik hou van boeken. En ik ben één keer voor de bel gegaan, zeg ik heel eerlijk. Ik was op een bijscholingsdag op Papendal. En daar hadden we een lezing van Mark Tuitert. En hij heeft een boek geschreven en we konden een gesigneerd boek kopen. Oh. En dat heb ik ook heel bewust gekocht. Ik dacht, hij had zo'n mooi verhaal. Ik denk, en dat boek wil ik ook graag lezen. Natuurlijk, ik had het gewoon bij de Biep kunnen gaan halen. Mm-hmm. Maar ik dacht, die wil ik toch in mijn kast hebben. Met de handtekening erin was het. Met de handtekening erin. Ja. En dat is voor mij persoonlijk. Dus kleding, daar was ik al heel bewust mee bezig. En ook als je kijkt voor dingetjes in huis. Of op een gegeven moment, als het goed is, is het goed. Hè? En dan hoef je daar niet meer veel aan te veranderen. Dat is wel eens anders geweest. Maar de feestdagen komen eraan. Dat lijkt me wel een lastige periode. Ja, en daar wordt heel goed op ingesprongen. Je kunt heel veel tweedehands kopen. Er zijn heel veel tweedehands... speelgoedinitiatieven. Er zijn kledingkettingruilsystemen. Er is gewoon echt van alles. En in Peel en Maas hebben we ook iets. Let's Kring. Ja. En daar gaan we eerst even naar kijken, denk ik. Hè? Precies. Jij bent op bezoek geweest in het huis van de gemeente. Ja. We staan hier in het kader van komend jaar niks nieuws bij Let's Kring, Peel en Maas. Zij komen iedere maand bij elkaar. En gaan met elkaar in gesprek en gaan diensten en artikelen ruilen. Maar we gaan eerst in gesprek met een aantal initiatiefnemers.
Kim, hoe is Latskring Peel en Maas ontstaan? Ja, ik zag online dat er zulke dingen waren in het Nederland en over de hele wereld eigenlijk. En in Peel en Maas hadden we dit nog helemaal niet. En vandaar is het balletje gaan rollen en zijn we gaan kijken wat de mogelijkheden waren. Wat we daarvoor nodig hadden en hoe we daar een start mee konden maken. Mirjam, waar staat Latskring voor? Latskring is de afkorting voor Local Exchange and Trading System. Dus het ruilen op lokale basis ruilen van diensten en producten. Producten zijn dan alles wat je ook in een kringloop bijvoorbeeld kunt kopen. Tweedehands spulletjes die mensen over hebben. Die ze aan anderen kunnen geven. Die er weer een nieuw leven aan kunnen geven. Maar vooral ook diensten ruilen is heel belangrijk binnen Latskring. Dus voor diensten krijg je punten. Als jij een uur voor iemand werkt, krijg je 12 punten in onze Latskring. En voor die 12 punten kun je dan weer iets anders kopen. Producten, maar vooral ook diensten. Latskring heeft een aantal doelstellingen. Kun jij ze kort toelichten aan de kijker? Ja, het zijn heel veel doelstellingen. Bijvoorbeeld het tegengaan van verspilling. Dat je dingen koopt die je ook bij andere mensen via de Latskring kunt krijgen of lenen. Tegen een aantal waardepunten. Het gelijk waarderen van diensten, zoals Mirjam al vertelde. Ook gezelligheid. We zijn met z'n allen bij elkaar, je leert nieuwe mensen kennen. En soms wil je gewoon ook mensen helpen, dan gaat het helemaal niet om de waarderingspunten of zo. Dan wil je gewoon iemand een uurtje helpen, omdat hij ergens mee verlegen zit. En dat doe je gewoon, systeem of niet. Dus dat zit er heel erg in bij ons, hè? Omdat je elkaar wil helpen en verspilling tegengaan. Dat speelt ook een grote rol. Wat voor diensten zijn er allemaal en hoe zit die waardebepaling dan? Welke diensten? Dat is heel erg breed. Je kunt bijvoorbeeld iemand vraagt om in de tuin mee te werken. Dus per uur betaald in de tuin meewerken. Maar er zijn ook mensen die bieden diensten aan om met taal. Bijvoorbeeld als je een officiële brief in het Nederlands moet schrijven. Om dan mee te helpen die brief te maken. Er biedt iemand aan om op de kinderen te passen, honden uit te laten. Ja, van alles. Het kan echt zo breed zijn als dat je zelf zou willen. Ja, en de waardebepaling, dat vind ik nou juist het ontzettende goede punt van de Latskring. Is dat als jij bij iemand in de tuin gaat werken of je helpt iemand in huis met klusjes. Dat uur dat je daaraan besteedt is net zoveel waard als dat je bij iemand, ik zeg maar iets, gaat meekijken naar het invullen van de belastingbrief of juridisch advies geeft over iets. Die twee diensten die in onze maatschappij natuurlijk ontzettend scheef beloond worden binnen de Latskring gewoon voor hetzelfde bedrag beloond. Hoe worden de producten en diensten nou aangeboden? Ja, kan eigenlijk op verschillende manieren. Het handigste is als je lid bent, dan hebben we een online omgeving waarin je vraag- en aanbodadvertenties kan maken. Dan kunnen we je ook via het systeem weer op elkaar reageren door berichtjes te sturen. Ook het overboeken van de waarderingspunten gebeurt daar. Als je daar iets op aanbiedt, heb je verschillende categorieën. Dus dat is ook makkelijk om het te zoeken. En je kan een melding krijgen juist als er iets nieuws geplaatst is. En daarnaast hebben we nog een Facebookgroep, waarin ook weer korte vragen gesteld worden. En mensen gaan elkaar gewoon individueel benaderen, zeg maar. Mijn man heeft bijvoorbeeld de winterbanden en de zomerbanden gewisseld van een van de andere leden. En dat was de vorige keer gelukt, dus dat wordt gelijk weer onderling geregeld bij het seizoenswisselen. Tijdens de kletscafés, als we maandelijks bij elkaar komen, is het natuurlijk ook het ideale moment om met elkaar te bespreken van wat heb je nodig en waar kan ik een ander bij helpen. Patrick, wat is voor jou nog een recent voorbeeld voor de kijker? Wat je hebt geruild of geleend of verkocht? Een week of twee geleden waren we een poef opnieuw aan het bekleden voor bij mij thuis. En daar had ik een niet-pistool voor nodig. Nou, dat heb ik niet. Dus ik heb in de Latskring gevraagd, kan ik dat van iemand lenen? Nou, binnen een dag werd die notabene thuis bezorgd. We hebben de poef mooi opnieuw bekleed. Ik heb het niet-pistool weer teruggebracht. Het kostte me geloof ik 2 waarderingspunten. En ik heb hem niet hoeven te kopen. Nou, iedereen blij. Als je nou mee wilt doen met de Latskring Peel en Maas, zoek dan via Google naar Latskring Peel en Maas. Dan kom je op de website uit, daar staat alles uitgelegd. Kun je een beetje oriënteren op die online omgeving, wat het aanbod is en hoe je het moet doen. Dus doe dat vooral. Ja, dat was Patrick van het Hoofd, een van de deelnemers van Latskring. Het is dus vooral voor elkaar en wat ruilen. Niet alleen kleine dingen, maar ook grote dingen. Kleine dingen, grote dingen, producten, diensten, het kan allemaal. Ik werd nog na de opnames toch gevraagd. Zeg vooral dat we ook mensen helpen met computerproblemen. Dat willen ze heel graag doen. En dat deelname om je aan te melden op de website is ook gewoon gratis. Je kunt je gewoon gratis aanmelden. Als je je aanmeldt, krijg je ook al een, geloof 5 of 10 waarderingspunten. Dus dan kun je ook al aan de slag om te gaan ruilen. Ja.
Dus ik heb me uiteraard zelf ook aangemeld. En ja, het is heel leuk om te doen. En een van die maandelijkse bijeenkomsten, of de maandelijkse bijeenkomst, is in het huis van de gemeente Panningen. Is een huis van de gemeente, ja. En verder gaat het via, wat ze al zeiden, via Facebook en een website. Ja. En wat neem jij nou mee naar huis? Ja, niet, geen producten, maar gewoon... Ik vind vooral de inspiratie en de energie en dat ik zelf... ik ben heel bewust bezig om wat duurzamer te leven. En dan hoor ik die mensen praten en denk ik... Oh, ik heb nog veel te leren. Ik kan nog veel beter en nog veel duurzamer door het leven gaan. Zoals? Ja, alles. Zij zijn zo bewust met alles, met klein afval, met zo, een simpele tip. Bijvoorbeeld als je iets koopt dat je nodig hebt qua voeding, hè? Koop dan de pot zo groot mogelijk. Dan heb je zo minst mogelijk afval. En ik denk altijd, ja, ik heb niet zoveel nodig. Ik doe voor een kleine portie en dan haal ik de volgende keer weer een portie. Maar dat is eigenlijk dubbel afval bijvoorbeeld. Ja. Het zijn van hele kleine dingen waar ik dan wel door geïnspireerd raak van, oké, ja, daar heb ik nog wel wat in te leren. Ja. Of als je naar de winkel gaat en je neemt... Ja, je tassen moet je al tegenwoordig meenemen. Hè? Maar je kunt ook de zakjes waar het in zat weer mee naar de winkel nemen... en opnieuw laten vullen en hergebruiken. Bijvoorbeeld om het afval tegen te gaan. Allemaal van dat kleine dingen. Mooie tips. Ja. We gaan naar wandeltips voor de herfst. Ja. Het is herfst. Je kunt buiten wandelen als het goed weer is. Ja. Neem ons even mee, Joep. We beginnen happen en stappen in Baarlo. Ja, die ga ik wel even oplezen, want die kijk niet in mijn hoofd. Nou, vertel. Ja, het is een happen en stap wandeling in Baarlo. Die start in de kern van Baarlo en gaat dus ook door Baarlo. En onderweg passeer je dus diverse kunstwerken. Hè, van de Japanse kunstenaar Tajiri bijvoorbeeld. En je loopt ook langs de Maas. En je ziet heel veel mooie natuur in de omgeving. En vier horecagelegenheden, daar kun je dus onderweg bij inlevering van een voucher... kun je daar iedere keer een hapje nemen. De route is zo'n 10 kilometer. Maar goed, ik ken natuurlijk een aantal pauzes, hè, want je gaat natuurlijk hier een voorgerecht, daar een... Je eet wat en je... Precies. Ja. Nou, zo'n arrangement kost... Je eet wat en je drinkt wat. Ja. Je loopt iets verder en dan eet je en drink je wat. Ja, en dan loop je de route twee keer. Dat kan natuurlijk ook. Als je te veel gedronken hebt. Ja. Ja. Nou, de route, dat arrangement dat kost €35 per persoon. En dat is inclusief dat vier gangen gebeuren. En routebeschrijving, consumpties moet je dus wel ter plaatse nog afrekenen. Hè? Ja, dat is wel zo. En dat kun je bij de VVV Baarlo kun je dat boeken. Nou, dat was één tip. Dan de hiking trail. De hiking trail, ja. Nou, dat is wat nieuws. Wat wij nog niet zo heel lang in het assortiment hebben, zeg maar. Jou denk ik. Ja, ik luister vol aandacht. Ja, precies. Dat heeft te maken met het feit dat zo'n 80 jaar geleden de Amerikaanse troepen natuurlijk ons land betraden. En om die herinnering levend te houden is er zo'n 275 kilometer wandelroute, ze noemen dat de bevrijding van Limburg, is gemaakt. En die gaat echt van Mesh tot in Mook. En die vertelt onderweg allerlei complexe en interessante verhalen, bevrijdingsverhalen van Limburg. Die route loopt dus ook door Peel en Maas. Ja, ik heb ook gelijk een vraag. Is die uitgepeild of hoe kan ik die lopen? Ja, die kun je op de... dat is een routeplanner. Dan moet je even naar liberationroute.com. Okay. Daar kun je de app downloaden. En met die app kun je dus de route volgen en hoor je dus ook allerlei verhalen. En ook langs de route staan allerlei punten, hè? Precies. Ja, je hebt het al gelezen, hè? Nee, maar dat wist ik. Ook in de afgelopen... Ja, klopt. Reuver, ja, dat heb jij heel goed onthouden. Ja. Dat is inderdaad, je hebt helemaal gelijk, verspreid over de provincie. Ze noemen het Factors of Memory. Ja. En dan verstaan er een aantal. En die markeren ook een aantal gebeurtenissen. Bij de Vossenberg in Meijel en bij de Mariagrot in Reuver. Onder andere hier in de regio. Nou, juist, perfect gedaan. Ja. Ja. De kinderwandelingen. Ja, precies. Nou, die zijn er ook een aantal. We hebben een kabouterwandeling in Vredepeel. Dat is dat je samen met de kinderen een kabouterpad doet. En de kinderen kunnen spellen, zoeken en doen in het bos. Dan moet je denken aan springen over balkjes, hinkelen, boomstam lopen. En, ik zal soms al genieten zo. Ja. Misschien dat is kabouter. Dat is kabouter. Ja. Kom, nou, langs de route. Ja. Dan is er een drakenwandeling in Bezel. Ja, waar anders eigenlijk. Hè? Ja, precies. Je wandelt gewoon met je hele gezin rondom het dorp Bezel. En ontdekt het verhaal van de draak met wat leukste speelse opdrachten. En als laatste de fotopuzzeltocht in Roermond. Die is er ook.
En je kunt tijdens het wandelen met de kinderen zoeken naar foto's. En daar vul je de antwoorden in op wat vragen. En als allerlaatste wil ik toch nog even de Argeroutewandeling die ik al heb aangetipt. Ja. Net, hè, die wil ik toch even onder de aandacht brengen. Dat is een wandeling van ongeveer een uur. En ja, die is natuurlijk perfect voor gezinnen. En dat loop je dus met de Argeroute. Ja, en dan loop je die wandeling dus door. Precies. Rommel in dit geval. Precies. Maar ja, in de toekomst wellicht ook in andere. Ja, nou ja, dat klopt. Dat klopt. We gaan naar de raadsdelige Roos Hans. Dat is een wedstrijd die elk jaar wordt uitgeschreven. Ja, dat is een schrijfwedstrijd die uitgeschreven wordt door het Literair Café Venray. En dat is een oproep voor poëzie en proza te schrijven, zeg maar. En dat, daar worden amateurschrijvers voor opgeroepen om daar aan deel te nemen. De inzending wordt gesloten op 1 januari 23 dus. En het thema voor dit jaar is schaduwen. Dat is waar zowel de proza als de poëzie aan moet voldoen. Dat thema moet het meegenomen worden, maar zeg maar. Dat is natuurlijk best breed, dus van allerlei. Ja, maar dat heb je met thema's, die mag je interpreteren zoals je wil. Dus, En moet het nog verder aan eisen voldoen? Er worden eisen gesteld aan de deelnemers. De wedstrijd is bedoeld voor amateurschrijvers die woonachtig zijn in of geboren zijn in Nederland of in Nederlandstalig België. Minimumleeftijd is 16 jaar. Inzendingen mogen niet eerder gepubliceerd zijn. En even kijken, de inzendingen moeten in het Nederlands geschreven zijn. Dus niet in dialect of streektaal, zeg maar. Dus, okay. Maar het reglement staat op literaircafévendrij.nl. En dan de winnaar horen we dan volgend jaar? Precies. Die wordt uitgevoerd. Dit hier voortdragen. Goed zo. Dank je. In, jij had het al eerder. Ja, we hebben allemaal dingen die je al eerder hebt besproken. Maar deze is ook wel leuk. Die Petja Kutja. Ja. Manier van presenteren, bijzondere manier. Wat was het, 20 sheets? Ja, het komt uit Japan en het betekent babbelen, oftewel prikpraat. Komt daar uit de architectuur. En dan ga je inderdaad op basis van 20 sheets, die 20 seconden zichtbaar zijn, ga je een verhaal vertellen. En je hebt geen invloed op die secondes, want dat loopt gewoon door. Dus je maakt vooraf 20 sheets met beelden en dan ga jij je verhaal op vertellen. Dat was onlangs in Asten. Ja. En jij sprak met de initiatiefnemers. We staan hier bij het Nobis Hotel in Asten. En we gaan in gesprek met de organisatoren van Petja Kutja Peeland. Petja Kutja is een internationaal concept waarbij 12 sprekers een hele korte presentatie geven. Een pitchpresentatie. En die bestaat uit 20 sheets. 20 PowerPoint presentatie sheets. En iedere sheet is 20 seconden. En dat gaat over een hobby met passie of een beroep met passie. Dus echt vanuit bezieling wordt het gebracht. Oké. Okay. Hoe is Petja Kutja op jullie pad gekomen? Wij waren alle twee wel allemaal geïnteresseerd in dat. En regelmatig eens kijken. Ik heb ook een tijdje in de organisatie in Eindhoven meegedaan met Petja Kutja. En toen kwam op een gegeven moment op een normale tuinvisselier op, kwam ik Anita tegen. Die ook mee organiseert. We doen het met z'n drieën. En toen kwam op het idee om dat lokaal te gaan doen in de Beeldenregio. En toen hebben we gezegd, dan gaan we dat in Asten en omgeving doen. Met afwijking van het concept dat internationaal is bijna altijd in het Engels. Maar zeiden, we kunnen het beter in Nederland doen. Dan is het voor een breder publiek toegankelijk. En zo is het eigenlijk ontstaan. En wat was voor jou de meest bijzondere Petja Kutja? Ik denk een van de meest bijzondere was Miss Mora. Dat is een transgender die op het podium zich helemaal verkleed een presentatie houden. En dat was een jongen van 18 jaar die dat deed en heel open kwam vertellen over wat hem dreef, hoe dit erachter kwam, wat zijn gevoelens waren. Dat vond ik dat had wel indruk gemaakt op het publiek. Maar er zijn er nog heel veel meer. Dat hoort ook een beetje bij het concept van Petja Kutja, denk ik. We zoeken vaak onderwerpen die wat aparter zijn. Hè? Frank noemde al zo'n transgender. We hebben een vrouw gehad die in Mongolië een hele paardentocht ging maken voor 3 maanden. Dus dat zijn hele speciale verhalen. En wij willen ook qua locatie soms wat speciaal zijn. We zijn in een kerk in Heusden Asten geweest. We zijn een keer in een fabriekshal geweest. Dus ja, dat vinden we ook een uitdaging. En dit keer was het in een hotel? Ja. Restaurant? En jij mocht daar ook iets presenteren. Ja, ik was er 1 van de 12. Dus dat was eigenlijk een hele mooie avond. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik daar was. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van het concept gehoord. Totdat Matt mij belde van, goh, wil jij niet iets vertellen?
En ik heb daar heel snel ja op gezegd, want dat vond ik keileuk te doen. Ja. Totdat ik ging voorbereiden. Toen dacht ik, oké. En dan ga je foto's zoeken en dan ga je oefenen. En dan verloopt jouw verhaal niet met de sheets. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, ja weet je, sheets weg, verhaal oefenen. Ja, precies, 6 minuten en 40 seconden. En daar moet je het in doen. Dus niks even uitlopen of... Die timing is heel goed. Maar achteraf gezien vond ik het fantastisch om te doen. De hele zaal zat vol, 350 man. En je moet echt tot de kern komen. Dus je moet heel goed voorbereiden. Wat wil ik nou zeggen? Wat is mijn punt wat ik wil maken? En ja, en ik vond ze alle 12 fantastisch. Het waren zo verschillende onderwerpen die aan bod kwamen en allemaal vanuit passie verteld. En je zit natuurlijk gelijk midden in het verhaal, omdat het gelijk to the point moet ja. zijn. Ja. Je moet er echt heel goed over nadenken om het op die manier te doen. Misschien kunnen we dwars door Limburg ook nog een keer op die manier ja, doen. Ja, dat lijkt me best leuk. En dan zit met een klokje ernaast, hier hangt al een klein klokje. Ja, je hebt het gedaan voor Bosbaden. Ja. En ja, het kwam goed over, denk ik. Ja, ja dat moet wat ik hoorde wel. Want, ja, en dat is ook het grappige, hè, want iedereen vertelt over zijn passie. En daar kun je natuurlijk uren over vertellen. Maar je hebt maar 6 minuten en 40 seconden. Dus dan moet je echt, ja, wat wil ik dan zeggen? Waar worden de mensen dan enthousiast over? En ja, daar moet je gewoon heel goed over nadenken. Ja. Het was gewoon heel leuk. Ja. We gaan naar die 2 minuten die we voor Joep hebben nu gereserveerd. voor die speciale evenementen die nog komen. Ja. We kennen Anton Pieck natuurlijk ook van de Efteling. Maar er is een eindig Pieckfestijn. Dat is er overigens al een aantal jaren. Ja. Weliswaar nu met de corona wat minder. Maar er is weer een Anton Pieckfestijn. Dat is in het weekend van 17 en 18 december. Dat vindt plaats bij het Openluchtmuseum Eindelhof in Nederweert-Eind. De hele Anton Pieck en Oud-Hollandse taferelen die bepalen eigenlijk gewoon de hele sfeer van die 2 dagen. En het is gewoon een bijzonder gevarieerd kerstfeest. Hè? Een prachtig versierd openluchtmuseum. Oude ambachten, taferelen van Anton Pieck, zoals gezegd. En diverse voorstellingen. Maar ook een kerstmarkt. Gewoon heel leuk voor het hele gezin. Net als het kaarsenfeest, denk ik, in Stevensweert. Ja, ja, ook weer heel anders. Hè? Dat is op vrijdag 16 december om 7 uur. Met kaarsjes, denk ik. Met een batterij kaarsjes. Ja, en koren. En koren, ja. En... En mensen die, ja. die er... En een kerststal is er ook nog. Ja, en een kerststal. Sorry, ik ben jouw verhalen doen vanaf. Ja, absoluut. Ja. Ja, goed. We hebben dan ook nog wat schaatsbanen. Hè, ja. In Toorn en Roermond. Waar mensen die toch graag willen schaatsen in deze tijd. En Horst ook nog, geloof ik. Toch er, dat zou kunnen. Ja, toch? Dat zou kunnen. Dat heb ik niet zo paraat, moet ik eerlijk zeggen. Maar in ieder geval in Toorn en Roermond. Oké, ja. Dat zijn de schaatsbanen. En tot slot? Ja, tot slot heel belangrijk. De kaartverkoop van de Raaksteken. Die is gestart. Volgend jaar weer. 2023. Staat Bezel helemaal in het teken van het Raaksteken. Ja. Gaan jullie daar naartoe? Is dat iets wat jullie leuk vinden? Ik ben er nooit geweest, maar het lijkt me reuze interessant. Joris en de Draak. Ja. Het is gelijk nooit geweest, maar ja, je leest er ieder jaar over. En denk ja. Toch een mooie happening. Ja, het is echt heel veel vrijwilligers die uit Reuver en Bezel die meedoen. Ja. Dus heel groot festijn. En het verhaal is in een nieuw jasje gestoken door Frans Pollux. Dus helemaal nieuw. Dus ik ben benieuwd hoe dat volgend jaar zal gaan. Ja. Dankjewel, Joep. Wij gaan nog even naar de geschiedenis. En toen kwam weer een linkje van de start van de uitzending, Hans. Ja. Met een nieuw project. Ja, met Cultuur Venraaien gaan we een docureeks maken over de geschiedenis van Venraaien. En dat wordt een 8 à 10 televisieafleveringen, zeg maar, die we gaan tonen op diverse social media en lokale media, zeg maar. En daar wordt aan de hand van een tijdlijn wordt de geschiedenis van Venraaien in beeld gebracht. En dat doen we dan niet als droge feitjes, maar juist vanuit de persoonlijke verhalen, vanuit de optiek van de Venraaienaar, zeg maar, die in die periode geleefd heeft. Dus het wordt geromantiseerd in beeld gebracht. We kennen het verhaal van Nederland. Daar is het op gebaseerd. Ja, precies. Dat is eigenlijk zoals we het op gaan pakken in Venraaien. En dat doen we in samenwerking met de HPV, de historisch platform Venraaien, en experts en musea. Die gaan er allemaal hun input aan leveren, dat we zeker de plank niet misslaan wat de geschiedenis betreft, want dat is, moet wel goed zijn. Dat is natuurlijk wel een heel groot project. Ja, zeker. En het wordt nog groter, want we gaan er een lesprogramma aan koppelen wat ingezet kan worden op het primair onderwijs. Dus
iedereen wordt erbij betrokken en het wordt echt een groot project, inderdaad. Wanneer kunnen we dat verwachten? Dat zal eind 2024 zijn ongeveer, dus dat is echt wel wat voorbereiding en ja. En opnames natuurlijk. Ja, ja precies. En kan Joep nog een rol spelen? Misschien wel, ik denk het wel. Het sluit in ieder geval wel heel erg aan bij de archieroute bijvoorbeeld. Dus dat zou mooi aan elkaar te knopen zijn. Dus, ja. Wie weet. We hebben al contact gelegd. Ja, zeker weten. Succes daarbij. Dank je wel. Komend weekend, Sinterklaas weekend. Wat staat er op jullie verlanglijstje? Ja, ik heb hem heel kort moeten houden, want ik heb geen schoorsteen meer. Dus Sinterklaas heeft wat moeite om bij mij in huis te komen. Nou, ik hoop dat hij komt. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Hans? Ik heb nooit genoeg gitaren, maar ik denk dat ik het erin krijg dit jaar. Dus dat, ja. En Inja, cadeautjes mag je wel krijgen, denk ik, ontvangen. Ik mag ze zeker krijgen. En ik heb ook op het lijstje gezet van mij dat het een duurzaam cadeautje moet zijn. En dat mag best gebruikt zijn in tweedehands. Dat vind ik prima. Goeie gedachte. Fijn dat jullie er vanavond waren. U bedankt voor het kijken. Dit was Dwars door Limburg. Meer op onze site omroepbnn.nl en dan bij Dwars door Limburg. Fijne Sinterklaas weekend en graag tot volgende week.